now or never. I love won't break. Het is best een hele drukke avond, zeker omdat ik het vandaag voor de allereerste keer in mijn eentje doe. Dat maakt dat iedereen alle vragen aan mij komt stellen. Dat is best wel overweldigend, maar ook heel leuk. Het is natuurlijk al de 24e keer. En jij doet voor de hoeveelste keer mee? De derde keer, ja. En bevalt het goed? Dat smaakt naar meer, neem ik aan? Ja, zeker. Zeker. Jij gaat een stokje binnenkort ook overnemen om het evenement te organiseren? Ja. Ja, ik neem het stokje over in het atelier, maar ook de organisatie van zowel de uitjes als de exposities. We hebben in september weer een expositie, dus we zijn daar nu alweer heel hard aan bezig. En die is dan van mijn eigen groepen, dus de jeugdgroep en de volwassen groep. Hoeveel mensen bestaat de Spetters? Dat is een lastige. We hebben namelijk altijd mensen die komen kijken. We hebben altijd mensen die afhaken. Maar grofweg zitten we nu aan 80 man in het atelier. En dat is wel een hoogtepuntje. En komen die dan iedere week iets maken? Dat is wel de bedoeling. Niet iedereen komt iedere week, maar de meesten komen wel elke week een keer. Nou, ik sta hier bij Cynthia, de kunstenares van de Spetters. Hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. Ik ben heel blij dat ik hier ben ook met de expositie hier in het gemeentehuis in Hellevoetsluis. Ik kijk hier eigenlijk al jaren naar uit ook. Het is gewoon elke keer feest. En je hebt hier twee mooie schilderijen bij je staan. Die heb jij zelf gemaakt. Hoe is het tot stand gekomen? Nou, eigenlijk zit het zo. Het ligt er een beetje aan hoe ik me voel ook. Zoals je ziet, ik word hier gewoon al vrolijk van. En het is eigenlijk tot stand gekomen dat ik me voluit op doek. Dat is eigenlijk het idee achter ook. En dat vind ik heel leuk ook. En als ik dat gedaan heb, dan voel ik me ook veel beter daarna eigenlijk. Dus je krijgt eigenlijk positieve energie van het maken van de schilderijen? Ja, zeker. En ook heel veel positieve energie bij Dogma. Ik ben zo blij en ik voel me echt, als ik daar geweest ben, heb ik gewoon zoveel energie. Het doet me heel goed. En heb je een bepaald thema of iets dergelijks dat jullie zeggen, ik ga nu Boeddha's schilderen of iets anders? Nee, niet precies. Soms krijg ik ook wel opdrachten van Johan van Konijnenburg, onze kunstenaar, een leraar ook. En voor mij een leraar, omdat ik heel veel van hem kan leren ook. Heb anderen ook, denk ik wel. En van Zoe ook natuurlijk, die zit ook bepaalde dagen aan het schilderen. Dat is ook, Ik wou eigenlijk nog wel kwijt, zeg maar, buiten mijn man Laurens om, is Dogma het mooiste, echt het mooiste in mijn leven wat ik heb, wat ik meemaak ook. Dus het is voor mij heel belangrijk ook. And they could never, ever tell us apart. Laurie, jij bent al een tijdje lid ook bij Dogma en Spetters. Wat heb jij zo al gemaakt? Ik heb eigenlijk best wel schilderijen gemaakt, ook verschillende. De meeste schilderijen die ik bij Johan heb geschilderd, daar ben ik ook heel erg mee geholpen. Dus ik heb ook heel veel van Johan geleerd, ook hoe ik echt moet schilderen en hoe ik beter kan worden. En de meeste schilderijen heb ik voor mensen gemaakt die belangrijk voor me zijn, zoals begeleiding, ouders of vriendinnen. En een aantal schilderijen, zoals die olifanten die daar zeg maar hangen, die heb ik voor mezelf gemaakt. En word je er ook vrolijk van als je dit maakt? Ik word er heel erg vrolijk van. Het is ook wel heel erg ontspannend. Dat is ook echt. Ik heb ook gelezen dat schilderen en tekenen voor je brein heel erg goed is. Dus het heeft heel veel geholpen. Michiel, je bent al een tijdje lid van Dogma. Ja. Hoe lang ben je al bij deze leuke club? Nou, best wel lang. Ik ben best wel lang lid van die Dogma groep. En wat maak jij zoal? Nou, ik maak bij Johan veel schilderijen en dat bevalt me absoluut heel erg goed. En je hebt net ook opgetreden. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja. Nou, ik heb Cos en Wille Dikke Vrienden opgetreden gedaan. En ze vonden het echt heel erg leuk hoe ik het gedaan had. En heb je ook een favoriet schilderij of vind je ze allemaal even mooi? Of, Ik vind die favoriete schilderijen allemaal even mooi, ja. Hoeveel jaar ben je al bezig? Ik denk dat dit voor mij staat 3 jaar. En wat is jouw allereerste schilderij? Kon je toen echt schilderen? Of hoe is dat gegaan? Eigenlijk had ik een voorbeeld gepakt. We hadden een kant-en-klaar voorbeeld. En die heb ik toen getekend en daar ben ik toen gaan schilderen. En ik vond het wel leuk om te doen. Zodoende. En hoeveel schilderijen heb je nu uiteindelijk gemaakt na 3 jaar? Oei.
uiteindelijk richting de 7 zit. Want ik ben niet altijd zo snel, dat maakt niet uit. Als mensen een leuke schilderij zien, hoe gaat het in zijn werk om dat eventueel te kopen, te over te nemen? Wordt erop geboden? Hoe werkt dat? Als je een leuk schilderij ziet, dan liggen er overal hier flyers met een QR-code erop. En voor mensen die niet weten hoe de QR-code werkt, een website. Daar kan je een mailtje sturen naar het mailadres wat op onze website staat met daarbij het schilderij wat je wilt kopen.